Erik, ja, jou hou ik ook in de gaten. Ja, ik merk het. Ja, nee, vandaag, je hebt een nieuw nummer, hè? Ja, ik heb het vanmorgen ook weer afgemaakt. Wat ik zei, de ochtenden zijn, woensdagochtenden zijn inmiddels ook volgepland met liedjes schrijven. Dus dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Ja. Ik wil het vandaag hebben over Frank Sinatra en Sammy Davis Jr. Dat die mensen kennen die van Red Pack natuurlijk. Wat ik wel, dat zag ik een keer in de documentaire, vond ik wel heel erg interessant. Tegenwoordig is het heel normaal dat artiesten residency gaan doen in Las Vegas. Om daar geld te verdienen. Maar, je bedoelt dat ze langere tijd blijven ja, en allerlei optredens plannen? Ja, dat daar gewoon Elton John, iedereen zit als Celine Dion. Maar vroeger was dat helemaal niet. Er gebeurde niks behalve gokken. En die hele entertainmentindustrie is begonnen met Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. Ja, zij begonnen als eerste daar concerten te geven en mensen uit het hele land naar Las Vegas toe te trekken. En toen, toen werden er weer hotels bij gebouwd. Dus die hele entertainmentindustrie die iedereen kent, die is begonnen bij Frank Sinatra en Sammy Davis Jr. En het was natuurlijk nogal een opvallend duo. Ja, heel gek, want het was natuurlijk trio super... Eigenlijk, hè, ja, trio natuurlijk. Ja. Maar een super racistische tijd toen. Het is een heel leuk verschil tussen... Je ziet, als je tegenwoordig die conferences terugziet, die shows, dan maken ze heel veel wat wij nu racistische grappen vinden. Maar het is hilarisch. Het is ik vind het ontzettend grappig, maar je moet het in die tijd zien. En tegelijkertijd waren ze dus juist enorm vooruitstrevend voor rechten voor zwarten in Amerika. En het was een echte vriendschap. Ze noemen elkaar ook broers. Heeft Frank Sinatra. Het was ook niet een dingetje voor de bühne, want ze hebben dat gewoon. Ja. Dat was hun dagelijks leven en ze hebben dat ook gewoon. Ja, Frank Sinatra heeft heel vaak gewoon het contract verscheurd. Als hij niet mocht optreden, volgens wegens rassenwetten met Sammy Davis Jr., dan komt Frank Sinatra ook niet. Zodat ze de regels overal moesten aanpassen in zalen, hotels en. Dat soort casino's. Dus hij was eigenlijk door heel veel lol te hebben samen en hele goede kunst en muziek te maken natuurlijk. Gewoon een heel leuk leven te leiden, hebben ze wel gewoon heel veel mooie dingen voor elkaar gekregen. Ja. En jij hebt een liedje geschreven? Ja, de melodie had ik al wat langer. Ik heb vanmorgen een beetje hierover. Het heet Brothers. Want zo noemde Frank Sinatra altijd Sammy Davis Jr. En mijn kleine broertje. Een vleugje Sinatra in. Ja, de melodie zou uit die tijd kunnen komen. Ja, lekker. Ja. Ik blijf gewoon even bij jou zitten. Ja, gezellig. Brother, after all the lonely places that we've been, let me in to your heart in my one desire. Brother, I know this is where the world will fade away. Let me stay near the heart of your burning fire. Gone on a starry night, blood brother on my side. Wait for the morning. Make it all be true. Brother, may the storm winds always lead me to your home. Let us roam the street of the sleeping city. Skies of a soul that I never pity. Gone on a starry night, blood brother on my side. Wait for the morning dew to make it all come true. To your heart, to my one
desire.